De lente is in het land. Tuinplannen? Goed nieuws, want Dina is terug. Met een moestuin op de vensterbank en tips om bomen of hagen te planten. En Annemie gaat samen met Virginie Klaas op zoek naar babyspullen. Ik ben opgegroeid in een wijk waar enkel toen jongens woonden. Ah ja? Ja. Dan was je wel populair daar in die wijk. Ik was heel populair. En iedereen verliefd op Virginie. Een beetje toch? Verliefd in je buik. Waar blijft toch niet meer? Haar alles nog wel juist. Heb je ook met een van die jongens voor het eerst gekust in jouw leven? Heb ik... dat is een goede vraag. Met wie heb ik voor het eerst gekust? Ik weet dat mijn allereerste vriendje was iemand van op school. Ah ja? Ja. En hoe oud was dat je? Dat was handjes vast. Nog 4, 5 jaar. Oeh, dat is wel heel jong. Gilles heette hij. Gilles? Ja. En de eerste zoen? Welke leeftijd? Ja, wel, ik ben aan het denken waar ik mijn eerste zoen... Ik denk dat dat eerder was in het kader van, zo van waarheid durven of doen. Dus dat dat niet echt een passionele zoen... Nee, ik ben altijd een heel brave geweest wat dat betreft. En veel vriendjes gehad in jouw leven? Ik heb ook niet heel veel vriendjes. Ik heb er natuurlijk wel een aantal gehad. Maar nee, en kijk, nu met Bernard ben ik ook al dit jaar 10 jaar samen. Hè, dus... Ja, dat begint ook al te tellen. Ja. Bernard is iemand die wordt terug de onschuld zelf. Dus ook als wij op stap gaan en hij heeft iets of wat gedronken, dat is gewoon iemand waar je nooit kwaad op kan zijn. Ah, niemand. Ja. Ook van onze vrienden niet, van onze familie niet. Bernard, daar kan je gewoon niet kwaad op zijn. En Bernard is ook iemand die met zijn 2 voeten op de grond staat, harde werker, carrièregericht, maar toch ook handen uit de mouwen steken, veel in het huishouden. Ah, ja. Ja. Stofzuigen, doet hij dat? Als dat moet, dan doet hij dat. Is het waar? Ik ben nogal redelijk onhandig, dus als de mensen mij vragen, een pamper gaat dat lukken, dan denk ik, ja, ene pamper ga ik doen en dan waarschijnlijk gaat het zo'n rotzooi zijn dat Bernard zal zeggen, ik zal dat wel vanaf nu doen. Ach, je weet het. Ja, ja. Cry baby, cry baby, baby, don't cry. Ik vind dat wel mooi, zo'n retro buggy. Zo? Ja? Zit daar een rem op? Daar zit een rem op, maar het staat niet aan, denk ik. Of wel? Of doet het een stroef? Dan moet je nee, van onder doet helemaal niet stroef. Loopt hem goed? Ja. Oh ja, oké. Okay. Ah, ik denk dat de rem zo is. Ik denk dat je hier dan moet duwen, van onder of zo. Ja, 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 dat is het. En? Draaien lukt nog niet echt, maar dat zal wel aan mij liggen. Geef. Nee, dit vind ik wel echt tof, zo'n retro model. Ja? Ja. Dan voelt het naturel? Nog niet. Ik ga nog wat komen oefenen, denk ik. Dun 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 dun.